aflevering van Jubilee Live. Superleuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Anne den Hoed en ik ben getrouwd met Tom den Hoed. Wij maken deel uit van de gemeente Jubilee. In mijn dagelijks leven geef ik ook les op een fulltime bijbelschool. En het is echt een eer om vanavond met jullie te kijken naar het thema waar we ook al in bezig zijn al een tijdje. Dat is namelijk wet en genade. In deze eerste aflevering die ik dan ga verzorgen, gaan we eerst kijken naar een stukje genade. En volgende week zullen we het hebben over hoe past die wet daar nou precies in. Nou, voordat we echt van start gaan, wil ik je in ieder geval nog even attenderen op onze mail prayer@jubilee.nl als je een gebedsverzoek hebt. We willen echt graag met je staan in geloof. Dus heb je een gebedsverzoek, wil je dat we met je staan, stuur het gewoon in naar prayer@jubilee.nl. We gaan beginnen. En vandaag gaan we het hebben met elkaar over rechtvaardig zijn door geloof. En juist als het over genade gaat, is dit zo'n essentieel onderwerp en is dit echt iets waar we bij stil moeten staan. En zoals met wel meer onderwerpen waarbij God in Genesis al de basis legt voor alles wat hij is en wat hij doet, gaan we gewoon beginnen in Genesis 1. Dus we gaan met elkaar beginnen naar Genesis 1 te kijken. Genesis 1:1 staat: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En hier zien we eigenlijk dat de spelers even geïntroduceerd worden. Want hoe ziet de aarde er nu precies uit? Want weet je, Hebreeën 11 vers 3 zegt dat door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo dat het geordend is, maar de dingen die men ziet, die zijn ontstaan uit de onzichtbare wereld. Dus die zijn ontstaan uit dat wat in de geest was en in het fysieke ook zichtbaar wordt. En zo is het ook met de aarde. We hebben net gelezen met elkaar dat de watervloed er was en de duisternis er was. Maar die watervloed was niet zomaar een watervloed. Dat is het Hebreeuwse woordje theom, wat daar staat. En dat wordt in het Engels zelfs vertaald als met the face of the deep. De watervloed die over de aarde was, is de duisternis die de aarde bedekte. En dat is een beeld van het koninkrijk van de duisternis, wat aanwezig was. Maar het was niet de bedoeling dat het koninkrijk van de duisternis de wereld zou overheersen. God maakte land. En in Spreuken staat al dat God voor de zee een plek bepaalde. God zei tegen de zee: tot hier en niet verder en ik ga land maken. En daar maak ik de kroon op mijn schepping. Daar op het land kwam leven. En daar kwam de mens in de tuin van Eden. Met helemaal het pronkstuk van de tuin, de levensboom. Daar waar intimiteit was met God. Daar waar de mens in contact was met God. Daar waar het leven was. En daaromheen, waar de plek bepaald was, daar was de zee. Dus zo zijn eigenlijk de spelers bepaald als we gaan beginnen te kijken naar wat gebeurt er nou in de wereld en wat is het reddingsplan van God. Nou, we weten eigenlijk dat niet heel lang, nou misschien heel lang, maar het ging een keer mis. En toen kwam de zonde. En het is goed om te beseffen dat als we weten dat we gered moeten worden van de zonde, wat de zonde nou precies is. Wat gebeurde daar nou eigenlijk? Nou, de mens werd gemaakt in het evenbeeld van God. En God gaf de mens een mandaat in Genesis 1:28. Hij zei: heers over de aarde, breng alles onder je gezag. Maar met die zonde, toen de slang kwam en Adam en Eva verleidde, ging er iets mis. En de zonde is eigenlijk niet het doen van verkeerde dingen, wat we soms wel eens denken. Van, oh ja, ik heb iets verkeerds gedaan, dus dat is zonde. Maar daar in de tuin in Eden gebeurde eigenlijk iets anders. De slang kwam, verleidde de mens. En toen kwam er pas een verkeerde vrucht uit, zou je kunnen zeggen. Nu is het Jacobus 1:13 die heel mooi beschrijft hoe zonde eigenlijk ontstaat. En dan gaan we zien dat zonde niet verkeerde dingen zijn, maar dat er een macht en een kracht achter deze zonde zit. Kijk, Jacobus 1:13 zegt: laat niemand zeggen als hij verzocht wordt: ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade. Hij zelf verzoekt niemand. Maar het is namelijk zo dat ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.
Zie je hier wat er gebeurt? De mens wordt door zijn eigen begeerte meegesleurd en verlokt. Hoe kan dat nou? Genesis 4 zegt dat als je niet het goede doet, dat de zonde aan de deur ligt. Hier wordt de zonde vergeleken met een soort dierlijk ding. En in Genesis 4 staat ook dat zijn begeerte naar je uitgaat. Eigenlijk is de zondemacht een dierlijk, voorgesteld als een dierlijk ding in Genesis, zoals de slang bij Adam en Eva, erop uit om te kijken wanneer die je kan pakken. En wanneer die je kan pakken, is er een vorm van eenheid, zoals de mens dat ook al door het eten van de levensboom in eenheid met God. Maar dan komt er een eenheid met meer een monsterlijk ding, wat erop uit is om jou te roven en te stelen en te pakken. En dan staat er in Jacobus 1:15, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En dat het taalgebruik wat daar gebruikt wordt, is bewust eigenlijk het taalgebruik wat ons doet denken aan de intimiteit tussen een man en een vrouw. Want dat is de meest intieme vorm van intimiteit die God ook geschapen heeft. Dat is dus ook een geestelijk ding. We hebben gezien, al het fysieke komt uit het geestelijk voort. Ook dit is een geestelijk ding. En die eenheid met die koninkrijk van die duisternis, dat is hetgeen wat zonde baart. Hier zie je dat er dus heel veel vooraf gaat voordat er zonde plaatsvindt. En zonde, dat betekent hier je werkelijke doel missen. Waarom? We werden geschapen met een mandaat. We werden geschapen om te heersen. In Genesis 4 staat ook, als God zegt dat die zonde aan de deur ligt, zegt hij, je moet hem niet toelaten, je moet over hem heersen. We zijn ook geschapen om daarboven te staan, zodat we Gods wil kunnen voorbrengen in deze wereld. Nu ging het wel mis bij Adam en Eva. God zei, als het misgaat, zul je voorzeker sterven. En dat sterven, dat was in de eerste plaats van God verstoken zijn. Van God weg. Ze moesten uit de tuin van Eden, moesten ze naar buiten toe en konden ze niet meer in contact staan met God. En dat was hetgeen wat weer hersteld moest worden en waar direct vanuit God een reddingsplan voor werd ingezet. Nou, en daar ligt de kern van Gods genade in. En we gaan van Genesis tot en met Openbaring zien dat Gods reddingplan en dat overheersen over die watervloed, die koninkrijk van het duisternis, wat we in Genesis 1 hebben gezien, door heel het woord heen eigenlijk hetzelfde is. Dat het reddingsplan van God, wat vanaf toen al ingezet wordt, tot op de laatste bladzijde van de Bijbel doorgaat. Want weet je, op de laatste bladzijde van de Bijbel, daar staat in Openbaring 21, staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde kwam. En weet je wat erachter staat? De zee was niet meer. En ja, je denkt misschien, waarom staat dat er, de zee was niet meer? Maar als je net hebt gehoord over Genesis, weet je waarom de zee weggedaan moet worden? De zee was niet meer. Uiteindelijk is er voor de duisternis helemaal geen plek meer. We gaan door naar Noach, want het ging mis met de aarde en er kwam een zondvloed. En Noach werd eigenlijk door God, door een aanwijzing van God, en dan gaan we kijken naar Hebreeën 11 vers 7. Daar staat dat door geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God had ontvangen, van de dingen eigenlijk die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God een ark gebouwd. Waarvoor? Tot redding van zijn gezin. Hier zie je dat Noach rechtvaardig werd verklaard, want daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. Is hij erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Hier zie je dat Noach al rechtvaardig werd verklaard door het geloof in God. Toen God zei, Noach, bouw een ark, want je moet gered worden. Het is het geloof wat Noach in zijn hart had, wat hem ging redden van het water, daar is hij weer, het water. Van het water dat zou komen als oordeel over de wereld. De duisternis, het koninkrijk van duisternis over de wereld. En Noach bouwde in geloof een ark. En in 1 Petrus 3 vers 20 staat dat aan hen die voorheen ongehoorzaam was, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, het was niet zomaar dat God de aarde vernietigde, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden, door het water heen. Zie je dat? De mens werd behouden hier door het water heen. En hier zegt Petrus al, het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons.
Dus als je van jezelf al dacht, hé, dat is toevallig, de redding van Noach door het water heen, hè, door de duisternis heen, dan geeft Petrus alvast een voorschotje, zegt hij, ja, inderdaad, dat is het beeld van de doop die wij ook kennen. Ook redding door het water heen. Maar door het water heen krijgt meer kracht als we beseffen, wie was dat water? Het is het beeld van de duisternis zelf. Het is het beeld van de duisternis, wat door de macht van de zonde, omdat we, Romeinen 3 zegt, we hebben alle gezondigd en we missen de heerlijkheid van God. We worden alle in zonde geboren. Die macht van die zonde, die wil door de zonde over ons heen spoelen, die golven, die willen je pakken. Maar het is door geloof en een aanwijzing van God, heeft Noach een ark gebouwd. En hij wordt door het water heen gered. Door de duisternis heen is het zijn geloof wat hem redt. En dat maakt zijn geloof, maakt Noach ook rechtvaardig. Dus het is belangrijk om te zien dat er door geloof vindt er rechtvaardiging plaats. En dat is ook hoe God daarin werkt. Kijk, God is de God die goed is. En hij is de enige die bepaalt wat goed is. En Jezus zegt in het Nieuwe Testament, in Lucas, zegt hij ook, waarom noemt u mij goed? God is de enige die goed is. Dus als God goed is, bepaalt God in zijn goedheid ook hoe de mens weer tot hem kon komen en rechtvaardig wordt. En het is geloof waarvan God zegt, als je hart naar mij uitgaat, als je gelooft dat ik het ben, dat maakt jou rechtvaardig. En zo was dat ook met Noach. Nou, we zien het ook terugkomen bij Abraham. En Abraham is een mooi voorbeeld waarbij we eigenlijk zien dat het evangelie al verteld wordt. En dan denk je misschien, hoezo het evangelie? Het Nieuwe Testament is toch pas het evangelie? Daar komt Jezus pas en dat is wat we evangelie, nieuwe, goede boodschap noemen. Maar dat is niet waar. In Galaten 3 vers 5 staat... Galaten 3 vanaf vers 8, dat God voorzag, dat God uit geloof, daar heb je hem weer, de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, het goede nieuws. In jou zullen alle volken gezegend worden. Wauw, dat is fantastisch. Aan Abraham werd het goede nieuws al verteld. Uit Abraham zouden alle volken gezegend worden. En het was dus ook het geloof waardoor Abraham gered werd. Abraham krijgt een opdracht van God. Anders dan bij Noach hoefde hij niet meteen door het water heen. Maar God zei wel tegen Abraham, trek weg uit je land om beloofd land in te gaan nemen. Ook Abraham moest wegtrekken uit geloof in God. En hij bracht God ook een offer. En het diepste vorm van een offer zien we bij Abraham natuurlijk terugkomen als hij zijn zoon Isaac moet offeren. En dan zegt Abraham, jongen, God zal zelf voorzien in een offer. De brief aan de Hebreeën zegt zelfs dat Abraham geloof had dat zijn zoon weer op zou staan uit de dood. Dat is pas een schaduwbeeld van het offer wat Jezus gaat brengen. Maar, kijk, we kunnen zeggen dit is een schaduw, maar Abraham had datzelfde geloof. Het geloof in een offer. Overigens zien we dat Noach direct na zijn redding ook een offer brengt. En we zullen zo meteen ook in een overall schema zullen we zien dat we elke keer bij een persoon waarvan God zegt, je wordt rechtvaardig verklaard, zien dat hetzelfde patroon gevolgd wordt. Dus Abraham wordt uit geloof rechtvaardig verklaard. En het is Hebreeën 11 vanaf vers 8 staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om de weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. Zie je, je komt al terug wat ik net zei. Hij moest wegtrekken om een erfdeel te ontvangen. Hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is natuurlijk pas geloof. En door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in de tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Wauw, zie je dat hier de belofte van God alleen maar zo doortrekt? En dat het verder trekt en dat het geloof is in de belofte, waardoor ze rechtvaardig werden verklaard.
En nu denk je, maar hoe zit dat dan met het geloof? Nou, eigenlijk was dat het geloof in hetzelfde offer. Ik zei net al dat Abraham offerde en zei, God zal zelf voorzien in een offer. De brief aan de Hebreeën zegt dat zij de openbaring van Jezus, de belofte in de verte hebben gezien, begroet en geloofd. En dat ze konden niet de openbaring ervan zien. Ze hebben het vanuit de verte gezien en geloofd. En dat maakte hen rechtvaardig. Nou, wat hebben ze nou in de verte gezien? De belofte van redding en het offer van Jezus Christus. De openbaarwording van Jezus Christus. Denk je, hoezo Jezus toen al? Ja, want als de farizeeërs tegen Jezus zeggen van, hoezo kent u Abraham? Wij zijn kinderen van Abraham, zegt hij. Abraham heeft mijn komst gezien en hij verheugde zich daarover. Het was Abraham die Jezus als belofte al zag en geloofde. Waar werd hij door gered? Door het geloof? Eigenlijk al in Jezus Christus. Het is Jezus die er altijd al was. Spreuken 8 vertelt namelijk over dat Jezus al gezalfd is en al was bij de Vader, voordat de wereld er überhaupt maar was. Weet je wat zo mooi is? Spreuken 8 zegt dat Jezus er al was voordat er diepe wateren waren. Juist, hetzelfde woord als Genesis 1 voor de watervloed. En voordat God de plaats voor de zee bepaalde, zodat, weet je wat er staat, Spreuken 8, dat het water zijn bevel niet overtrad. Dit is de plek die Jezus had bij de Vader. Hij was er al voordat de wereld er kwam. En het was in het geloof, in het offer van Jezus, dat Abraham rechtvaardig werd verklaard. Dat Noach door het water behouden heen werd. We gaan nu door naar het volk Israël. En dat geeft wel het meest sprekende voorbeeld van rechtvaardig worden door geloof. Juist omdat we het hebben ook over de wet, gaan we zien dat het volk Israël, wat juist de wet kreeg, niet rechtvaardig werd verklaard door de wet, maar door geloof. En dan gaan we beginnen in Psalm 106 vanaf vers 8. Maar hij verloste hen omwille van zijn naam, om zijn macht bekend te maken. Hij bestrafte de Schelfzee. Ja, inmiddels denk je, hier is weer die zee. Ja, hier was weer die zee. Zodat ze droog viel. Hij deed hen door de diepere water gaan als ze door een woestijn. Hij verloste hen uit de hand van de hater. Uiteraard verloste hij hen uit de hand van de farao. Maar bovenal is dit een geestelijke strijd die hier gaande was. En verloste God hen uit de hand van de hater. Eigenlijk het koninkrijk van de duisternis. Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. Vers 11, water bedolf hun tegenstanders. Niet één bleef er over. En toen geloofden zij zijn woorden. En zij zongen zijn lof. Israël geloofde zijn woorden. Hier zie je dat God het volk Israël door het water heen wil behouden. En ook naar het beloofd land wil brengen. Jesaja 50 zegt God, is mijn hand te kort om te verlossen? Zie, door mijn bestraffing leg ik de zee droog. Het is God die bij de Israëlieten de zee droog legt. Waardoor? Door één woord te spreken. Door één woord, zeg ik, maar ook de adem van zijn woord. Het is zijn bevel waardoor de zee droog valt. En mensen gered worden uit het koninkrijk van de duisternis. Dit is de manier waarop we gered worden van de zondemacht die ons eronder wil krijgen. De haters die ons wil pakken. Maar God zegt, zie, mijn arm is niet te kort om te redden. Ik ga hier dwars doorheen. Ik maak die zee droog. En nu denk je, je pakt het wel heel geestelijk aan. Nou, dat doet Paulus ook. Dus in die zin staat het al in de Bijbel. 1 Korinthe 10 zegt vanaf vers 1. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots. En die rots was Christus. Hier heb je hem weer. Hier was het.
toch weer Jezus. Jezus is altijd dezelfde geweest. Hij is altijd de weg tot de Vader. En alhoewel die in een andere vorm nog wel openbaar gemaakt werd aan het volk Israël, was het Jezus waar zij naar keken en waardoor zij rechtvaardig verklaard werden. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij neergeveld in de woestijn. Weet je waarom? Dat was door ongeloof. Want alhoewel ik net verteld heb dat ze door het water heen gered werden, wat eigenlijk een beeld van de wedergeboorte is weer, en de doop en de redding, was het wel een volharden in geloof wat het volk Israël moest laten zien om niet opnieuw door die zee opnieuw opgeslokt te worden. En dan bedoel ik natuurlijk wel de zee in de geestelijke zin van het woord. Dat die zee, eigenlijk die duistere macht, dat koninkrijk van duisternis, de Israëlieten weer opnieuw ging pakken. Want ik zal even het vervolg van Psalm 106 met je delen. Want in Psalm 106 vers 28 staat dat zij zich koppelden aan Baal Peor. Zie je wat hier gebeurde? En hier wordt weer het woord koppelen gebruikt, omdat afgoderij, maar ook juist eenheid met God, is een hele intieme aangelegenheid. En zij koppelden zich, zij maakten zichzelf één met een afgod. Zij aten offers voor de doden. Zij dienden hun afgoden die hun tot een valstrik werden. Zij offerden zelfs hun zonen en dochters aan demonen, zegt Psalm 106. Zij raakten dus verstrikt opnieuw in die zondemacht, in dat begeerlijke ding wat die mensen, die Israëlieten, wilden pakken en op wilden slokken. Maar luister, wat gebeurt er dan? In vers 44 staat dat God hun benauwdheid zag, hun roepen hoorde en hen verloste. En dit is een belangrijk ding. Want we hebben net gezien dat Gods verlossing door het water heen uit genade is en tot redding leidt. Maar verlossing uit de benauwdheid is een overal koepelend thema wat in de Bijbel terugkomt, waarbij God bij roepen uit benauwdheid altijd verlost van het water. Dus zij riepen in benauwdheid. En dat is wat duisternis doet. Als die zee weer over je heen komt, komt daar een benauwde geest die je helemaal wil dichtknijpen, die het leven uit je wil persen tot de dood erop volgt. En we zien in het Oude Testament al dat dit al veelvuldig gebeurt. En dit is eigenlijk een beeld van de geestelijke wereld, waarin die geest van benauwdheid, wat ook gewoon vandaag onder het nieuwe verbond nog steeds geldt, waar God je uit moet redden. Het is die zondemacht waar je onder vandaan gered moet worden. Psalm 91 beschrijft het namelijk heel mooi. Daar zegt God, hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Let op, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. En dan, ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Dit is God. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Het is onder water, als die zondemacht je wil pakken, dat God zegt, ik kom daar, op die plek waar jij bent, daar zal ik bij je zijn. En wat zal ik doen als je mij roept? Ik zal je omhoog trekken en zodat je weer kan ademen, zodat er weer leven is, zodat je lengte vandaag hebt. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld het verhaal van Jona, dat is natuurlijk een overbekend verhaal eigenlijk, maar het verhaal van Jona laat dit beeld van de duisternis heel goed zien. Het is Jona die door ongehoorzaam te zijn aan God ervaart dat door ongehoorzaamheid de zee komt, eigenlijk het oordeel komt, de duisternis hem wil verslinden. En dan zegt de Bijbel dat hij met zeewier om zijn hartjes, dat hij op de bodem van de oceaan terecht kwam en die zee die wil hem pakken. Maar dan staat er dat Jona uit het dodenrijk roept. En dan staat er in Jona 2:2, ik riep uit mijn benauwdheid. Benauwdheid. Het was die zee die hem wilde verstikken, die hem eronder wilde krijgen. Maar uit zijn benauwdheid riep hij tot de Heer. En we weten wat God doet. Hij redt hem door het water heen. Dat is wat er met Jona gebeurt. En zo is dat ook nu. We lezen in Jesaja 61, vanaf vers 2, lezen we eigenlijk over de bediening van Jezus, waar Jezus voor gekomen is.
Daar staat om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treuren van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden een sieraad in plaats van as. Vreugdeolie, olie is al beeld van de Heilige Geest, in plaats van rouw, beeld van de dood. Een lofgewaad, een mantel, ook autoriteit in plaats van een benauwde geest. Een benauwde geest. Dit is waar Jezus je van redt. Van een benauwde geest die je onder water wil trekken. Maar Jezus zegt, ik ga je boven water trekken. En ik ga je een lofgewaad geven. En dit is natuurlijk een beeld ook van de wedergeboorte. Zoals dat vanuit de genade van God nu voor ons ook gebeurt. Als Romeinen zegt, we hebben alle gezondigd. En we missen de heerlijkheid van God. Hebben we het allemaal nodig. Zoals Romeinen 6 vervolgens zegt. Dat we door het water heen, door de dood, opstaan in nieuw leven. En hoe komt dat? Het is zoals Psalm 91, wat we net al hebben gezien over dat aanroepen van de Heer, zegt: in de donkerte zal ik bij hem zijn, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Wij worden onder water getrokken. Waardoor? Doordat we één zijn geworden met de zondemacht. Jezus was niet één met de zondemacht. Maar 2 Korinthe zegt dat hij die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt werd met de zonde. Hij kwam bij ons, onder water. Maar omdat hij sterk genoeg was, in opstandingskracht opstond, liet hij ons daar niet onder water in dat graf, maar trok hij ons mee omhoog om vervolgens ons op het water te zetten, zodat we weer op slangen en schorpioenen zullen treden. En dat is de opstandingskracht van Jezus Christus. En dat is wat we vandaag allemaal ervaren op het moment dat we wedergeboren worden. En zoals ik natuurlijk al zei over dat de geestelijke wereld in de fysieke wereld zichtbaar wordt, is het ook niet voor niets dat we in het natuurlijke, bij een vrouw, ook zien dat een bevalling dit beeld ook weer spiegelt. Het heet daarom ook wedergeboorte. Maar op het moment dat de baby nog in de buik zit, eigenlijk onder water, en van verre wel moeder hoort, maar haar eigenlijk nog niet echt kent, het nog niet kan zien, helemaal in de donkerte is, eigenlijk in de duisternis, is daar het moment dat die baby geboren wordt. Voor het eerst ademhaalt. En dat is natuurlijk de ruach van God. Want of we geloven of niet geloven, alles wat adem heeft, loven de Heer. Het is de adem van God waardoor we hier op aarde leven. Maar we komen geestelijk tot leven als we diezelfde weg in de geest ervaren. En op het moment dat die baby geboren wordt, ziet die baby voor het eerst hoe moeder echt is. En kan die echt ademen en kan die echt zien. En dat gebeurt natuurlijk met ons ook als we overgeplaatst worden naar het koninkrijk van het licht. En niet meer langer in de duisternis zijn, maar weggetrokken worden uit die duisternis. En komen in het koninkrijk van het licht. En dan zegt Romeinen 10 ook, die zegt: ieder die de naam van de Heere aanroept. En die herken je natuurlijk nu vanuit het Oude Testament heel goed. Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Weet je, je moet wel roepen. Je moet wel roepen. En op het moment dat we daaraan twijfelen of zelf blijven werken of niet weten en niet geloven of God goed is. Want dit is namelijk de genade van God. God is zo genadig dat hij jou alles wil geven. Maar vaak twijfelen of zijn we aan het werken voor dingen. Maar God zegt, je moet roepen. En roepen gebeurt altijd uit geloof. Het is geloof dat we zeggen, Heer, red ons, verlos ons. Dan moeten we wel geloven dat hij dat doet. En daarom is dat aanroepen zo belangrijk. Want weet je, Romeinen zegt ook, kijk, met het hart gelooft men, met de mond belijdt men. Dus je moet met je hart geloven en met je mond belijden en dan zal die zee splijten. En ook voor jou vandaag is de vraag, zegt God tegen jou, is mijn arm te kort om te redden? Zie, door mijn bevel maak ik de zee droog. Of je nu al wedergeboren bent of nog niet,
als de duisternis, want we hebben ook bij de Israëlieten gezien dat de duisternis ook na een wedergeboorte weer helemaal over je heen wil komen. En je wil pakken en één met jou wil worden, want zijn begeerte gaat continu naar jou uit om jou te pakken. Maar dan zegt God, en die vraag is ook persoonlijk voor jou vandaag, is mijn arm te kort om te redden? Zie, door mijn bestraffing maak ik de zee droog. Het is één woord van God, waardoor de zee wordt drooggelegd, compleet wordt drooggelegd. Hij kan het met één woord doen. Maar waar wacht God op? Tot wij zeggen, verlos ons, Heer. En dan, boem, maakt God in één klap de zee droog. En worden we door het water heen gered. Nou, misschien is het mogelijk om nog een tabel in beeld te brengen. Want dan gaan we met elkaar de samenvatting bekijken van wat we tot nu toe gezien hebben. En dan zie je namelijk dat het startpunt altijd is van door het water heen. Alleen tegen Abraham werd gezegd, trek weg. Maar door het water heen begint onze redding. En het is al het geloof dat je weet dat je aan de overkant adem kan halen en daar de gered uitkomt. Dan zien we dat redding altijd plaatsvindt door middel van een offer. Op het moment dat God zijn belofte aan een mens kenbaar maakt, vloeit er altijd bloed. Waarom? Er is altijd nodig dat er een plaatsvervangend offer is, omdat de mens zichzelf niet kan redden. Het is zoals ik net uitlegde, dat Jezus één gemaakt werd met de zonde, bij ons moest komen onder water, omdat we onszelf niet kunnen redden. Er is bloed nodig, er is dood nodig, er is een offer nodig, waardoor daarna je in opstandingskracht weer op kan staan. En juist zo mooi dus dat bij Abraham, dat Abraham al zegt, God voorziet in een offer en hij geloof had dat zijn zoon ook weer op zou staan als hij hem zou moeten offeren. Het is redding door bloed. En ook onder de wet van Mozes was dat ook al zo. We denken vaak aan die wet en rechtvaardigheid, dat is het niet. Het was het bloed van de offers in de tabernakel, de plek waar God woonde in het heilige der heiligen. Konden mensen God naderen, de hoge priester dan weliswaar, kon de hoge priester God naderen door het bloed van de dieren. En het was het geloof in het bloed, met name grote verzoendag, waardoor de Israëlieten weer rein werden, weer recht met God konden staan. En wat is dan de taak eigenlijk van de mens? Geloof. Niets anders dan geloof. En geloof is naar God, God roepen. In dit geval gaat het over redding, rechtvaardig door geloof, redding. Naar God roepen, Heer, ik vertrouw u, want ik kan mezelf niet redden uit deze duisternis. En het resultaat van geloof is altijd dat men rechtvaardig wordt verklaard. En hier gaan we mee afsluiten voor deze aflevering. En ik hoop dat je hebt gezien dat rechtvaardiging komt door geloof en dat dat vanaf het Oude Testament al zo werkt. En dat werkt door naar het Nieuwe Testament. Het was vanaf het ontstaan van de wereld dat Jezus daar was en dat het geloof in de weg tot God maakte dat de mens rechtvaardig werd. En dat zal ook tot het einde toe zo blijven. We willen volgende week met elkaar gaan kijken hoe dat dan werkt met die wet. We hebben het nu eigenlijk over de genade van God gehad. Maar hoe zat dat met die wet? Nou, ik heb nu al uitgelegd natuurlijk dat met name door het geloof in het bloed en de offers dat er rechtvaardiging is. Maar het is goed om te kijken, wat is dan daar de rol van? En op welke manier wordt die wet dan in dat woord van God geplaatst? En hoe kijken wij daar als heidenen en nieuwtestamentische gelovigen dan naar? En wat kunnen wij daarmee? Want Gods woord is vanaf de eerste tot de einde van de laatste bladzij gewoon heel rijk aan zijn reddende genade en zijn kracht. En daar gaan we vandaag mee afsluiten. Nou, geweldig dat je er vandaag online bij was. Wij geloven met jou mee voor een geweldig werk van God in jouw leven. Weet dat je van harte welkom bent om onze diensten te bezoeken. Ga naar www.jubilee.nl voor meer informatie rondom adres, tijden en onze andere activiteiten.
We hopen je snel een keer persoonlijk te ontmoeten. En we wensen je Godzegen toe. Tot de volgende keer.